Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En wat nog wel elke keer een veel aangevraagde video is, is namelijk een toef. Een voorjaarstoef, een kersttoef. Aan elk seizoen wordt die eigenlijk wel weer aangevraagd. Dus ik denk, ik ga vandaag gewoon weer een mooie toef aan jullie laten zien. Er staan nog wel meerdere filmpjes online over het maken van een toef. Maar ja, we gaan hem natuurlijk nu in elke kleurstelling maken. En ik had misschien een leuk idee, want op een gegeven moment is de toef natuurlijk uitverkocht. Mochten jullie het leuk vinden om elke keer gewoon weer een toef te zien, maar met andere samenstelling van mooie materialen, laat me dat hieronder eventjes in een bericht van weten. Dan kan ik het gewoon elke keer als extra video eventueel uploaden. Net als ik weer mooie materialen zie bij de groothandel, dat ik dan meeneem. En daar dan gelijk weer een leuke video van opnemen. Laat me dat vooral even weten als je dat wil zien. Of je daar meerdere video's van wil zien. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Pakket van vandaag zelf maken. En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt daar onder kopje cursuspakketten en we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. Krijg je gewoon lekker aan de deur geleverd. En dan zou ik zeggen, laten we gauw van gaan beginnen. Een toef is eigenlijk een techniek die je elke keer op heel verschillende manieren kan gebruiken. Wat wel heel erg leuk is. En ook heel erg leuk om te maken. Hij is lekker lang houdbaar, dus je kan er lang van genieten. Dus ik haal je er even dichtbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Ik heb hiervoor nodig touw en wikkeldraad. En allereerst ga ik even stukjes wikkeldraad knippen. Want daarmee kunnen we makkelijk toefjes maken. Kan je gewoon hetzelfde draad voor gebruiken. Je kan ook andere draad gebruiken, wat je zelf makkelijker vindt. Maar je hebt er in het pakket heb je zo'n wikkeldraad zitten. En dat is meer dan genoeg. Dus daar knip je dan kleine stukjes van. Dan heb je allerlei mooi materiaal. Ik heb nou heel verschillende soorten gipskruid. Ik heb hier ook een distel die al een beetje ingedroogd is. Maar dat maak ik ze uit, want de toef gaat helemaal indrogen. En ik maak allemaal kleine toefjes. Met verschillend materiaal. Bij de eucalyptus mag je elke keer boven het blaadje knippen. En vaak doe ik net 2 of 1. Dus net wat je zelf mooier vindt. Als je halverwege knipt, dan krijg je hele lelijke uiteindes. Dus echt net boven het blaadje knippen. Dan hou je onderaan een steeltje vrij wat je kan gebruiken. En bovenaan heb je gewoon mooi het einde en geen afgeknipte stukjes. Dan maken we kleine toefjes met het materiaal wat we hebben geknipt. En dat doen we dus door kleine toefjes bij elkaar te pakken met verschillende takjes materiaal. Hoe grover je toef doet, hoe grover ook jouw toef wordt. Dus je pakt verschillend materiaal bij elkaar. Dan pak je dus zo'n ijsdraadje wat je hebt geknipt en die wikkel je eromheen. Ik knip hem altijd voor de netheid even af en dan heb je dus een mooi toefje. En dat mag je met al het materiaal doen wat je hebt geknipt. Je kan allemaal gelijke toefjes maken, je kan ook verschillende toeven maken. Het is net wat je zelf mooier vindt en handig vindt, dus dat kan allebei. Ik let altijd wel goed op de kleurverdeling, dus dat is wel belangrijk. Thank you.
Nou, zoals je kan zien heb ik alle toefjes gemaakt. Ik heb ze niet precies geteld. Het maakt ook niet uit hoeveel je er maakt, want bij de ene is het wat voller, de andere wat smaller. Maar zoals je ziet heb ik er in ieder geval genoeg gemaakt. Voor het beeld heb ik er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dus als je er ongeveer 20 hebt, dan wordt die ongeveer zoals die van mij. Dan heb ik hier het touw. En daar gaan we hem op binden. Daarvoor gebruik ik gewoon hetzelfde klosje als waarvoor ik het draad heb gebruikt. Wat je dan doet, is je pakt een toefje. Die leg je erop. En dan bind je met het wikkeldraad het toefje vast. Je trekt hem even goed aan, dat hij er goed stevig aan vast zit. En dan zit deze eigenlijk gewoon vast. Dan pak je het volgende toefje. En die leg je daar weer op. Als jij meer langs de zijkant legt, wordt hij breder en dikker. Wil je hem smaller, dan leg je hem echt alleen boven op elkaar. Dat is net wat je zelf mooier vindt. Hoe dichter je hem op elkaar legt, hoe voller die wordt. Hoe wijder je hem uit elkaar legt, hoe smaller die wordt. En dus ook langer. Dan doe je gewoon weer twee keer een wikkeling eromheen. Trek je hem even weer goed aan. Belangrijk dat hij even goed aangetrokken zit. En dat je straks geen ijzerdraad meer ziet. Want je legt er dan weer een toefje bovenop. Ik leg ze ook een beetje aan de zijkant. Ik wil hem iets voller. Maar hoe dichter op elkaar en hoe grover de toefjes, hoe grover jouw toef ook wordt. Ik vind het altijd wel mooi als het iets verfijnder is. Maar het mag ook wel iets body hebben. Dan leg ik er weer eentje op. En dan bind ik weer. Wikkel ik hem er weer omheen. En dan trek ik hem weer twee keer aan. En dat doe je eigenlijk totdat je toefjes op zijn. Zoals je kan zien heb ik alles erop gewikkeld. Wat je dan doet is aan het eind maak je nog even een extra wikkeling. Dus je doet gewoon extra vaak ijzerdraad omheen. Trek hem even goed aan. Knip je hem af. Dan is dat klaar. Dan wil je natuurlijk een lus maken. Dat doe je als volgt met het stuk wat je overhoudt. Knip je daar een stuk af, zodat je kan zien hoe groot je de lus wil. En hieromheen maak je eerst nog even weer een wikkeling met het ijzerdraad. Zit gelijk de lus goed vast. Trek je even weer goed aan. En om af te werken doen we hier nog even extra touw omheen. Gebruik gewoon hetzelfde touw voor. Dan heb je hem mooi afgewerkt. Nou, en zoals je kan zien hebben we dan een prachtig mooie toef om bijvoorbeeld aan de deur te hangen. Maar je kan hem ook heel mooi op tafel neerleggen als stuk. Hij droogt helemaal mooi in, dus je kan er extra lang van genieten. Ja, en dit soort toeven kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren maken. Wil je dat vaker zien, laat dan hieronder weten. Vond je het een leuke video, doe een duimpje omhoog. En abonneer gratis op dit kanaal, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dus ook de extra video's die online komen. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond en dan zie je mij de volgende keer weer.